graag een paar jaar zitten, af en toe op verlof, en dan kunt je Julie zien. Want ik ben het kotsbeu! Ja, ik heb één geluk, hè. Er zal nu wel rap een einde komen aan deze zaak. Is dat zo? Is dat echt waar? Voorlopig komt er een eind aan, ja. Voorlopig? Wat wil je daarmee zeggen? Ja, zoals ik het zeg, hè. Voorlopig. Ja, ik kan niet goed volgen. Heb je de dader misschien? Ik dacht dat ik de dader had, ja. Enfin, ik bedoel, heb je bewijzen of feiten dat ik onschuldig ben, dat je me eindelijk gaat geloven? Nee, ik heb geen nieuwe feiten en ook geen nieuwe bewijzen die u vrijpleiten, ook niet, nee. Ja, maar ik... Ik kan... Kijk, Dirk, ik ben hier te moe voor. Als jij met deze uitputtingsslag wilt verder gaan, dan moet je dat doen. Maar ik heb hier niks mee te maken. En ik ga ook niks bekennen wat ik niet gedaan heb. Ik weet echt niet wat er gebeurd is, hoor. Echt niet. Het spijt me als ik u uitput. Dat zal wel, ja. Je kunt me niet kwalijk nemen dat ik mijn werk probeer te doen. Ik moest gewoon nog één keer proberen, de laatste keer. Laatste keer wat? Ga je stoppen met ondervragingen? Als je wilt weten of je van mij verlost bent, ja. En dat meende? Je moogt gaan. Je bent vrij. Lekker man. Zo erg zal het wel niet geweest zijn, zeker? Jawel. Maar nee. Ik ben veel te blij dat je terug bent. Hm? Kom, vertel eens, wat was dat voor vreselijk ding dat je gedaan hebt? Ik ben naar dat café geweest. Dat café waar Marie u betrapt heeft. Oh, waar Marie denkt dat ze mij betrapt heeft. En wel juist daarom. Ik ben uw verhaal gaan nachecken. Oh. Pas op, het viel niet op dat aan de controle was. Hè? Ik heb dan ook koffie gedronken. En dan begonnen ze zo van dat jij zo'n lieve mens bent. Zeg, je komt hier boemelen. Maar de cafébaas zei dat meneer dokter altijd watertjes drinkt. Dus, ik had u moeten vertrouwen, hè, Dre? Ja, maar nee. Maar hoe is het met de baas in? Beter. Voilà, zie je wel. Zo erg is dat toch allemaal niet. Ik had in uw plaats waarschijnlijk net hetzelfde gedaan. En dat flesje in die dokterstas, dat was waarschijnlijk de laatste druppel. En daardoor heb jij gedacht dat jij mij niet meer kon vertrouwen, is niet? Ja, maar ik had dat toch niet moeten doen. Maar als alle pijlen in een andere richting wijzen, is toch een normale reactie zeker? Ja, maar je moet nu niet zo begrijpend doen, daar voel ik mij niet beter door. Ja, maar goed. Dan niet, maar... Ik had u moeten geloven met dat flesje. Ja. Je had me moeten geloven, ja, dat is waar. Je had naar mij moeten luisteren. Hé, voilà. En ik weet nu ondertussen ook hoe dat flesje in mijn tas gesukkeld is. Meestal reageren mensen heel blij als ik zeg dat ze mogen gaan. Maar jij niks. Helemaal niks, zelfs geen glimlach. Ja, dat is uw eigen schuld, hoor. Pardon? Je hebt me zo moe gemaakt dat ik dat zelfs niet meer kan. Al verwacht je misschien uw excuses. Sorry hoor, ik doe gewoon mijn werk. Hoe komt dat nu zo ineens? We hebben zo lang mogelijk geprobeerd om u te doen bekennen. Maar als er geen harde bewijzen op tafel komen, dan mocht je natuurlijk gaan. Hè? Je gaat die bewijzen ook nooit vinden. Of... Een onderzoeksrechter laat u gaan. Een paar formulieren tekenen. En dan mocht je gaan en staan waar je wilt. Je hebt tenslotte mijn leven gered. En dat van mijn dochter. Dag Dirk. Dat is ook het enige goede eraan, hè. Luc, luister nu eens hier. Over die spelletjes die ik zogenaamd zou spelen. Wel, dat hangt er nog maar vanaf wie dat de regels opstelt. Oh, zolang dat jij ze maar opstelt. Ja, zolang heb ik het spel in handen. Heb je het nog in handen? Hoe ver staat jij met uw geldschieter? Goed. Heel goed. Ja, tenzij dat de prijs van die aandelen blijft stijgen, natuurlijk. Maak u nu toch eens niet ongerust. Dat is een spelletje dat Leontine met u speelt.
Kijk, ik zal nog eens eerlijk zijn, hè. Die spelletjes, die zitten mij tot hier. Luc, luister nu eens. Ik heb van Leontien nog niks gehoord. Ik weet dus ook niet of ze bereid is om meer dan 20 miljoen te betalen, oké? Dat is haar manier om u op de kast te jagen. Ja. Meer niet. En als dat spelletje nu ineens waarheid wordt, wat dan? Tja... Dan zal ik daar toch nog eens serieus moeten over nadenken, hè? Ja, Luc, dat zou toch elke zakenman doen, of niet, hè? Zo'n extraatje, dat is toch altijd meegenomen? Ela, wij hebben een afspraak, hè? Uiteraard. Ik heb voorkooprecht. Zo is dat. Of zijn in Italië mondelinge overeenkomsten misschien niet bindend? Toch wel. Oh, nee, zeg. Ja. Jean-Pierre bekend. We waren spijtig genoeg maar onder ons tweeën, maar een tweede keer zal hij het waarschijnlijk niet willen toegeven. Nee, Jean-Pierre heeft dat flesje met whisky gevuld en dat in mijn tas gestopt. Dat moet ik tegen Marianne zeggen. En waarom? Omdat u dat moet weten. Marianne trekt partij voor Jean-Pierre. Dat doet ze altijd, is toch begrijpelijk zeker? Begrijpt het weer al, ja. Ja, kom aan, zijn er niet alles tegelijk, hè? Kom. Op dit moment ben ik alleen maar blij. U staat weer achter mij en ik wil voor een ogenblik aan niks anders meer denken dan aan dat. Voor een ogenblik. Hij staat toch achter mij, hè? Tuurlijk, dat. Ah, het belangrijkste. Zolang wij een team vormen, is hij niet, dan kan Jean-Pierre ons niks doen. Niks. Ja, maar dat kan u toch niet dat die Jean-Pierre u weer zo'n smerige toer gelapt heeft? Kijk, op het gevaar af dat jij mij weer te begrijpend gaat vinden, hè, maar... Ik heb Jean-Pierre toch ook een lelijke loer gedraaid, hè? Maar ja... Allee... Zijn dromen over zijn verleden. Zijn dromen over zijn huwelijk met Evelien, die heb ik toch maar kapot gemaakt. Het is toch waar? Ik heb het toch maar kapot gemaakt. Hè? Ik zeg niet dat dat zijn daad rechtvaardigt, maar... Maar je verstaat hem. Ja. Ja. Ik versta dat niet. Hoe komt dat? Dat jij de mensen altijd zo goed kunt begrijpen? Ja. Waarschijnlijk is dat omdat ik... Omdat ik altijd nuchter denk. Nuchter? Dat is dan ook per abuus. Zeg, alsjeblieft. Nog een whiskytje? Nee, dank. Ik zou liever een antwoord hebben. Maar Luc, ik zei het toch al? Niet panikeren. Wat ik aan Leontien heb, dat weet ik. Ik zou graag weten wat ik aan u heb. Een mondelinge afspraak is bindend. Ook in Italië. Ik heb mijn zaken graag goed geregeld. Ja, maar wie niet? Ik laat niet graag iets aan het toeval over. Maar Luc, zo kennen we u toch? Het kleinste detail, dat kan van het grootste belang zijn. Ja, maar natuurlijk, zo is dat. Zeg, maar waar wilde jij nu eigenlijk naartoe? Ik kan nog eens eerlijk zijn, hè. Ik zou alles heel graag zwart op wit op papier hebben. Luc, een mondelinge afspraak is bindend. Ook in Italië, ook voor mij. Ja? Jij hebt nog 1 week om aan uw geld te geraken. De tijd gaat snel. Ik gebruik hem wel. Ja, dat zou ik zo durven zeggen. Bedankt. Twee honden die vechten om een been. Dat is pas een leuk spelletje. Ik ga haar naar boven brengen, hè. Daar kan ze beter slapen. Dat moet nu toch niet? Die kindjes die vinden dat plezant, hè? Een beetje geroezemoes, daar slapen die goed van. Een beetje geroezemoes, dat is goed, hè, Veronique. Ik heb straks een tafel van 12 man als die dat gedronken hebben. Oh, maar dat maakt toch niks uit? Ja, maar er is toch ook een babyfoon? Dat is waar. En boven slaapt ze beter, doordat men naar boven komt. Zeg, waarom hecht jij nu altijd meer belang aan wat Isabel zegt dan aan wat ik zeg? Ten andere, ze is nooit geen moeder geweest en ze kent er juist niks van. Ja, wil jij daarmee zeggen dat ik niet goed genoeg voor haar zorg misschien? Ja, en nog van alles anders ook. Alex, alstublieft, dat zeg. Ik sta er alleen voor, hè. Mijn vrouw zit in het gevangen en van hulp krijg ik alleen maar koppijn in plaats van hulp. Ja, dat is heel simpel op te lossen, Sanne. Ja, Veronique, alstublieft, geen geruzie. Werner, hoe komt dat, denk je? Er is er hier gewoon 1 te veel, hè? Ik zou maar opletten en mee hem zo uit te dagen, want misschien krijg je nog wel eens het verkeerde antwoord. Denk je dat? Nee, daar ben ik zeker van. Isabel, zijn nu maar stil. Kom, breng daar naar boven. Zal ze beter slapen. Mag ik haar dan nog eerst even zien? Allee, vind je dat nu niet grappig? Ik heb dat al eens gezien. Ik ook, maar dat blijft toch om mee te lachen.
Kijk, die madame haar rok gaat hem ook aan... Zeg, ik weet het wel. Als je het allemaal gaat uitleggen, is er zeker niks meer aan. Je hebt geen gevoel voor humor. Ik heb een ander gevoel voor humor. Dat kan niet. Ofwel is iets om mee te lachen, ofwel niet. Als je er niet mee kunt lachen, dan heb je geen gevoel voor humor. Ja, als ik weet wat er gaat komen, is de clou eraf, hè. Ja, sorry, maar ik vind dat grappig. Dat ruzie maken, dat kibbelen zo, hè. Dat doet me echt aan vroeger denken. Eva, dat doet echt deugd. En toch heb je geen gevoel voor humor. Ze hadden mij alles mogen afpakken, maar deze niet, hè. Oh, hier heb ik zo naar uitgekeken. En ik dan? Ik heb altijd aan Julie gedacht. En dat heeft mij doen volhouden, weet je dat? Dat snap ik maar al te goed. Ja. Zo'n lieve dochter. En een superpapa. Was dat nu zo zwaar? Maar lieve Veronique, ik denk dat het tijd is om hem nu alleen te laten. Ja, maar ik wil gewoon wat meer weten, hè. Maar nu niet. We zijn hier nu te veel. Ja, jij wel. Kom. Ik zal zeggen dat ze nog even op hun spaghetti moeten wachten, zeker? Ik heb je gemist. Ik je ook. Het is echt al veranderd, hè? Nee, ik kan de lijven kunnen ondervinden. Ben ik blij dat je terug bent. Hoe komt het nu eigenlijk? Wat is er nu juist gebeurd? Zo laat nog? Vraag mij eigenlijk af wat ik hier kom doen. Ik dacht, misschien een koffietje of zo, of een borreltje. Wat staat je daar te vezelen? Jure en Christophe zijn er niet, dus de kust is veilig. Of is dat ons huis hier overop komt dalen? Oh, Sabine toch? Nee, ik kom privé, maar ik wil niet storen. Is het misschien andersom, dat Eva en ik u storen? Sabientje, moet je eens niet, zeg. Ik toch? Nee. Jij gaat juist niks doen. Jawel, jij gaat met mij mee. Wij zullen wel even weggaan. Er is toch niks op tv. Ik heb nog een video. Nee, Sabine. Ik wil u niet wegjagen, hè. Misschien kunnen wij met ons tweeën iets gaan drinken. Maar nee, dat moet echt waar. Ik was dat toch juist van plan. Kom, pak je Frank en Teut hier mee. Of zit het over mij? Ik zal op haar passen. En ik op haar. Maar wie past er dan op u? Dat zal ik dan moeten doen, hè. Daar ben ik juist bang voor. Allee, gaan nu maar alle twee, zeg. Kom. Het gaat precies beter met Eva. Ja, allee, zo nog een beetje op en af, maar die therapie die helpt echt. Ja. Is goed. Blij dat te horen. Mag ik gaan zitten? Ja. Ik heb al wat spulletjes voor haar gekocht. Isabel heeft me goed geholpen. We hebben echt dringend een nieuwe wieg nodig. Dat is voorlopig toch goed. Dat zult me toch niet verlangen. Dirk heeft mij laten gaan omdat hij geen bewijs tegen mij kan vinden. En dat is normaal, want ik heb het niet gedaan. Natuurlijk. Maar jij gelooft me nog altijd niet, hè, Werner. Ik zou het begrijpen als je het gedaan zou hebben. Die smeelap heeft ons kindje bijna vermoord. Hè. Dus ik zou het heel goed begrijpen. Maar ik heb het dus niet gedaan. Nee, je hebt het niet gedaan. Nee, natuurlijk niet. Klinkt nog echt niet overtuigd, hoor. Jawel. Waarom zei jij je dan gaan aangeven en heb jij gezegd dat jij het gedaan? Omdat ik me kon voorstellen dat jij het gedaan zou hebben. En gewoon niks zei, zodat ik niks zou weten. En ik niks kon zeggen aan die en Dirk Verstade. Ja, maar iets gaan bekennen dat je niet gedaan hebt en dan nog eens gaan zitten voor iemand die onschuldig is, Werner. Dat is dom, hè? Ik wou gewoon dat jij bij Julie kon zijn. Ik hou van u. Ik hou ook van u. Alsjeblieft. Had ik nu ook geen pintje gevraagd? De cola drinkt en zwijgt een beetje. Anders toch dat ik een pintje had. Ja, daar zit ik een beetje jong voor, hè. Weet je dat er van mijn leeftijd zijn die al aan de lijm zitten te snuiven? Wat zou een pintje dan kwaad kunnen? Let er maar niet op, zo. Hé, ja, Eva. Is het met u? Ja, je denkt natuurlijk weer dat ik het niet meen, hè. Maar we hebben dan ook niet zo'n goede tijd achter de rug, natuurlijk. Madame, ik denk dat het beter is dat je nu weggaat. Geblokkeerd namelijk ons uitzicht.
Ik zal het zelf wel zeggen. Waarom zeg je het dan niet? Juist, daarom zeg ik het. Ik was toch weg, dus. Ja, die moeit zich met alles en iedereen. Zo. Ja, ze zal iemand zoeken om mee te praten. Hè. Die zal Pierre ook wel missen. Ja, dat snap ik toch niet. Ja, sorry, Eva, maar daar kan ik niet in komen. Om eerlijk te zijn, ik snap dat ook niet. En dan nog hoe jij daarop reageert. Ja, Pierre, ja, dat was een smeerlap, ja, maar toch... Dat geeft een leegte. Wil je over praten? Je weet toch dat je tegen mij alles mocht zeggen? Ja, ja, dat weet ik wel. Maar... Wij praten alleen, gaat de pijn niet weg. Ga je nu nog lang blijven? Ja, Veronique, Valérie gaat nog heel lang blijven. Hoe kan dat dan? Ze hebben geen bewijs gevonden, ze hebben haar moeten laten gaan. Hoe, ze hebben geen bewijs? Ze hebben geen bewijs gevonden, hè? Dat is logisch, want ze heeft het niet gedaan. Valérie is vrij. Ze blijft nu hier natuurlijk. En Dirk, die gelooft u? Ja, Dirk kan ook niks bewijzen tegen mij, Veronique. Ik heb het niet gedaan. En ook al zou hij het moordwapen vinden, dat kan me dat nog niet deren, want ik heb dat nooit aangeraakt. Voilà, en daarmee is alles gezegd en ik wil er nu niks meer over horen. Ja? Valérie en ik hebben alles uitgepraat. Is het goed zo? Des te beter, hè. Voilà. Ik kwam gewoon zeggen dat die groep van 12 heeft afgebeld. Oh, dat is dan heel goed, want dan kun jij wel alleen verder. Hè? Hoe, ik alleen? Ja, maar je hebt me toch gehoord, hè? En wat ga jij dan doen? Denk nu eens 2 seconden na, Veronique. Ik ga met mijn vrouw en mijn kind gezellig op de kamer zitten. Ja. Ja, ik wil vanaf nu ook geen minuut meer zonder mijn man en mijn dochter, hoor. Dat was schat. Lekker. Vers gemalen? Uiteraard. En? Een borrel? Omdat je zo aandringt. Een beetje helpen. Hoe is het op het werk? Ah, het werk. Ja, daarom ben ik hier. Hè. O, dus toch niet privé daar aan de deur zijn? Dat was alleen maar een manier om binnen te geraken. Nee. Ik bedoel... Het werk is afgelopen, hè? De zaak is afgesloten. Hm. Wil dat dan zeggen, heeft Valérie dan echt? Nee, Valérie die we moeten laten gaan, die is vrij. Wat gebeurt er dan nu? Of heb je de dader gevonden? Ook niet. We hebben überhaupt geen zaak, en dat is het probleem. Geen enkel spoor? Niks. Moordwapen. Daar draait het om. Maar als we dat nu zouden vinden, dan hebben we natuurlijk... Maar voorlopig hebben we dus niks. Daarom dat je er zo openlijk met mij kunt over spreken? Nee. Ik moet het gewoon eens even kwijt. Het blijft op mijn maag liggen. Er is nog niet veel gebeurd dat ik een zaak niet rondkrijg. Ja. Toch zou ik blijven zoeken tot ik een oplossing heb, want een onderzoeksrechter mag zeggen wat hem wil. Maar ja, laat maar. Het heeft ook zijn voordelen. Zoals? Dat ik nu weer gewoon bij u kan zijn, zonder repercussies op het werk. Dus je maakt eigenlijk misbruik van de situatie? Tja, zo had ik het nog niet bekeken. Slecht geweten? Ik zou niet weten waarom. Je bent er dan toch? En jij ook. Dat doet me plezier. Dan moet ik nog zien of je dat zo plezant gaat vinden. Och, Leontien, als ik u zie, dan kan mijn dag niet meer stuk. Als jij in mijn buurt bent, dan... Je had mij gebeld, Patrick.
Ja. Dat is zo, ja, Leontien, ja. En je bent ook gekomen. En dat doet u plezier, hè, patati en patata. We vallen in herhaling. Ja, Leontien, ja, zo is dat, ja. Maar jij was toch precies van plan om weer snel te verdwijnen ook? Zo ongeduldig. Ik vertrouw het niet helemaal. Ik vertrouw u niet helemaal. En dan toch gekomen? Nou, je zei dat het belangrijk was. Ik was nieuwsgierig. Ja, zoals elke vrouw. Haalt mij een rode martini en vertel dan eens wat er zo belangrijk is. Meer dan zomaar belangrijk, Leontien. Van levensbelang. Een martini, rode, on the rocks, komt eraan. Voilà. Dat zou wel genoeg zijn, hè. Wat is het? Gaan we zien of de kust al veilig is? Ah, wel? Je bent stilgevallen. Ik zou iets willen vragen, maar het hoeft niet zo. Maar bier krijg je niet, hè? Nee, allee, vraag maar. Het gaat over die speld die ik van papa heb gekregen. Ik heb die aan u gegeven toen dat je naar de kliniek ging. Ja? Ja, en? Ik zou die graag terug hebben. Maar natuurlijk krijg je die terug. Wat doe je daar nu zo moeilijk over? Misschien doet het u terug aan de kliniek denken. Ik wil hier nog meer problemen maken. Nee, het gaat wel. Ik weet niet direct waar ik ze gelegd heb, maar je krijgt die zeker terug. Dat was een cadeau van papa uit Disneyland. Ik weet het wel. En daarmee, dat kan niet weg zijn. Kom, we gaan ons mama storen. Dank u. Weet je, Leontien, het restaurant is hier echt heel goed, heel verzorgd en de ossobuco is echt aan te raden. Jij weet echt van geen ophouden. Nee. Bij mij is een nee anders een nee. Ja? Wel, dan ben je ook serieus veranderd. Je kunt er niet tegen om afgewezen te worden, hè. Te lang in Italië gezeten? Oké, Leontien. Ik wil mij gewoon verontschuldigen voor dat... Dat spelletje dat ik mee heb gespeeld. Hè? Maar afgewezen worden. Hè? Niemand wordt graag afgewezen. Dat kan zijn. Maar dat je dan het lef hebt om de zaak om te draaien en om te doen alsof dat ik u zou verleid hebben, dat is pas zielig, hè, macho. Hé, hey, ho, macho. Je moet nu ook weer niet zo ver... Nee, ik overdrijf niet. Ik dacht, Leontien, dat jij daar vroeger anders niet zo vies van waart, hè? Van een echte vent. Smaken veranderen, hè? Of de venten. Ja? En valt je dan tegenwoordig meer voor het kruiperige type, hè? Genre Luc? Luc interesseert mij niet. En komt nu eindelijk to the point. To the point? Wel, de point is dat jij je Luc serieus nerveus hebt gemaakt. Dat is mijn Luc niet. Nerveus? Ja, zo is dat, ja. Door de prijs de hoogte in te jagen. Door eigenlijk meer te betalen dan wat die aandelen waard zijn. Het zou wel eens best kunnen dat onze Luc met lege handen achterblijft. Jij hebt met Luc gesproken. Luc is mij komen opzoeken. En daarbij... Nerveus, oh, die laat zich zo makkelijk op de kast jagen. Blief, hij doet bijna zijn broek. Is mij komen vragen of ik mij aan mijn woord zou willen houden. Ook als er een hoger bod komt. En wat heb jij gezegd? Wat denk je? Het is niet dat ik u mijn huis uit wil of zo, maar... Ik dacht dat je het plezant zou vinden dat we nu terug gewoon met elkaar zouden kunnen omgaan, zonder al die toestanden. Dat is ook zo. Het is alleen, ja, als Jury en Christophe straks thuiskomen, dan... Ja, ik snap het, ja. Zo'n discussies heb ik ook geen zin in. En beter niet echt met Christophe. Wat wilt je? Maar eigenlijk... Zo'n confrontatie, we kunnen dat gemakkelijk vermijden, hè. Hoezo? Nou, we moeten de deur niet vooruit. In uw slaapkamer komen ze toch niet? Ah. Nee. Mag ik vannacht dan niet blijven? Bij u?